Welkom bij de battle tussen AZ en Team Gullit. We zijn hier op het AFAS trainingscomplex voor de offline skill games van Team Gullit tegen AZ. Met een prachtige opening hoor. Aristot op aangeven van Dani Visser. Nu andersom, Dani Visser kan niet ook zo kunstig. Nou, waar zit Aristot? Nou, we versnellen het iets wat. Paal, lekker. Dieper komt ver uit. Dat betekent dat het doel leeg is. Dani Visser nog voor zijn poging. Kijk, eerste onderdeel zit erop. Het is snel gegaan. Volley in het voordeel van AZ. Dan het volgende onderdeel. Penalty. Ja, zie die maar eens te raken. Oh, schitterend. Bord meteen kapot. Lekker, Dani. Een no-look schot op de paal van Aristot. Daar de penalty met keeper. Ook geen probleem voor Aristot. Ook Dani stuurt de keeper de verkeerde kant op. Tweede onderdeel ten einde. Penalty gewonnen door Team Gullit. Laatste onderdeel. De vrije trap. Oh, die past maar net. Oh, die halen we morgen weer. Nou. Oeh, aardige daling op de lat. Gaat die raak? Gaat die niet raak? Oeh, het scheelt niet veel, Dani. Nu nog de blauwe borden raken. In de muur, dat kan ook. Ja, in het lege doel. Het is ook niet niks, hè. Ja, hij zit, maar nog geen blauw vlak. Zo eindigt het onderdeel vrije trap in een klinkklare overwinning voor Team AZ. Voor het volgende onderdeel, passing, hebben we een cirkel van doelen om onze spelers heen getrokken. De ground pass. Tweede onderdeel, we hebben het allemaal online wel eens gedaan, maar hoe is het offline? In het echi, lekker Aristot, dat is de eerste. Acht pogingen, 6000 punten voor Aristot. Kan Dani dat evenaren om op gelijke hoogte te komen? Net mis. Maar hij ligt nog op koers, Dani. Dat is de gelijkmaker. Nog eentje raak. Ja. Dat betekent dat Dani wint op het onderdeel Pasen. Tussenstand 1-1. Bij het onderdeel defense staan de spelers oog in oog met elkaar met doel om de bal af te pakken. Wie dit meest en succesvol doet, wint deze ronde. Kun je een beetje verdedigen, Dani? Ik heb gehoord dat jij linksback, rechtsback bent. Ik ben linksvoor. Ik ben alleen van het aanvallen. We gaan het zien. Succes. Nou, daar gaan we verdedigen. Dani Visser is aanvaller in het dagelijks leven. Aristot is verdediger. Zou je zeggen dat hij het voordeel is? Maar oh, mooi door de beentjes. We hebben nog een keeper op doel, Dani. Even versnellen. Misschien gaat hij er dan in. Mooie actie. Dani Visser is er langs, maar dan is er Aristot als echte verdediger. Op het allerlaatste moment. Nou, dan mag wel wat beter verdedigd worden, jongens. Het is dat er een keeper op doel staat. Teleurstellende score voor Dani Visser en Team Gullit. Zij scoren 0 punten bij verdedigen en dus komt AZ aan de leiding met 1-2. Om de dribbelskills te testen hebben we parcours uitgezet om te zien wie de beste balcontrole heeft. Ja, ik verwacht dat ik deze wel ga winnen. Ja, ik verwacht het ook, maar we gaan het zien. We zijn allebei vol vertrouwen. Succes. Het laatste onderdeel van deze offline skill games. Dani Visser moet winnen om gelijk te komen. Maar u ziet het al, de snelheid van Aristot. Bam, daar gaat hij. Zoef, zoef. Richting de pionnen, richting de mannen. En dan afmaken in het lege doel voor linkspoot Aristot. 5300 punten. Dani moet er overheen om in ieder geval gelijk te maken in deze offline skill game. Kom op Dani, hup, hup. Oeh, dat gaat nog niet helemaal lekker. Aristot houdt hem met twee vingers in de neus bij. Dan moet hij hier heel veel punten gaan scoren. Ja, in de kruising. Nee, het is wel binnenkant paal, maar het is niet voldoende voor Dani Visser en Team Gullit. En dus wint AZ het onderdeel Offline Skill Games. Gefeliciteerd, Aristot. Gefeliciteerd, man. Dankjewel, man. Deel 1 zit erop. De offline skills zijn getest. Bedankt voor het kijken. Kijk ook deel 2, de online skills.